What the fuck? What the fuck ben ik? What the fuck? Holy fucking shit. What the fuck? Oké, ik weet niet waar ik ben, maar ik denk dat ik ben een geraakt in YouTube. Dat ik gewoon in fucking YouTube zit en... What the fuck? Mama! What the fuck? Het ruikt hier naar fucking shit. Maar what the fuck ben ik? Hallo? What the fuck? What the fuck? Ik weet niet hoe ik hier ben geraakt, maar what the fuck? What the fuck? Holy shit. What the fuck? Wow, het is de YouTube fucking trending page. What the fuck? We zijn gewoon bij de YouTube. Holy shit. Het is gewoon een fucking drolletje. What the fuck is het? Holy shit. Dit is... What the fuck? Dit is gewoon de fucking YouTube trending page en er hangt de fucking drolletje aan. Holy shit. Misschien is het de bedoeling dat ik hier naar binnen ga. Holy shit. What the fuck? Oh, holy shit. What the fuck? Nee. Nee. Dit kan niet de YouTube trending page zijn. Nee. What the fuck? Nee. Holy fucking shit. What the fuck? Ik weet niet wat er net is gebeurd, maar dat was een droom met die YouTube trending page. Heel die trending page stond vol met shit. En wacht, misschien was het helemaal geen droom. Wow, ik moet even checken. Oh, what the fuck? Holy shit, what the fuck? Nee. Wat is dit? What the fuck? Trending België, wat is dit? Wat is dit? 12 seconden, het zwarte randen. Fucking, what the fuck? Ik weet niet wat er gebeurd is met YouTube, maar smash zeker een like als je nog gelooft in de likebox steren. Let's fucking go. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar YouTube neukt mij heftig anaal zonder dat te zeggen. Dus eigenlijk verkrachten ze me anaal heel hard. Upload 1 week niet en ik stijg gewoon elke dag in sub. Ik groei elke dag, ik krijg elke dag mooie subjes bij. En dan upload ik een video, dus wat goed zou moeten zijn. En dan verlies ik 500 subs. Als ik die video online zet en als de view, dan what the fuck? Of mijn video's zijn heel slecht en ik verneuk het allemaal. En er zijn elke dag, zoals ik een video upload, 500 mensen. Die dan zeggen van, eisen die content sukt, ik ga unsubben. Maar dat zou wel eigenaardig zijn. Het kan wel, maar dit... Ik weet het zelf ook niet. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh my fucking god, YouTube neuken me nu ook gewoon in. What the fuck? Wat is er zelf gebeurd? Huh? Volgens mij mag ik hier niet eens over praten, want YouTube is zware karma op mij aan het gooien. Oh hey guys, welcome to my setup video. Today we're gonna show you my setup and this is the softbox and... What? Sorry YouTube. Fuck! Ik moet... Oh my god. En nu krijg ik een bericht van mijn mama. Ze zegt dat ik stiller moet zijn, oké? Okay? Ik heb het volledig zitten. YouTube neukt mij en mijn mama zegt dat ik stiller moet zijn. Dus door het feit dat ik weet ik veel wat heb gedaan, is YouTube mij zwaar aan het verkrachten. Niet alleen zijn ze mij zwaar aan het verkrachten, ook zijn ze fucking veel views van mij aan het afnemen. Het geld dat ik verdien met YouTube. De YouTube monies. Die zijn heel laag. Behalve in december, hoor, dan verdien ik veel fucking cash op YouTube. Dikke flappen. Dus ik ga veel uploaden in december, want het geld is bijna op. Dat betekent dus als ik meer ga uploaden, dat ik de hele tijd meer en meer subs ga verliezen. Om even een korte tussenstand te delen met jullie. Ik heb al 3 maanden of zo 280.000 abonnees. Ik stijg nog altijd, maar ik zak gewoon harder. Mijn YouTube statistieken zijn erger dan mijn schoolpunten. Dat is vreselijk. Dus dit is om te huilen en dit is om te huilen en dit is omdat ik heb geüpload. The fuck? Waarom? Wat heb ik verkeerd gedaan in mijn leven? Ik weet het niet. Misschien is het omdat ik
geen campagnes doe. Misschien is het dat ik alleen maar huil en dit en dat. Maar dan bedoel ik niet dat ik deze video maak omdat ik het jammer vind dat ik niet in de trending sta en dat ik minder views heb en zo. Het probleem is dat YouTube gewoon heel wat echte mensen, levende mensen aan het unsubben is van mijn kanaal. Omdat die waarschijnlijk al even niet meer naar mij hebben gekeken, maar volgens mij gewoon omdat ik lang niet heb geüpload. Ik heb lang niet geüpload en sommige mensen konden gewoon niet naar mij kijken en YouTube dacht van, hé, ja, je kijkt niet meer naar hem, want hij upload niet. Dus we gaan jullie gewoon allemaal een sub, want jullie hebben niks te zoeken bij die guy. We gaan jullie allemaal nieuwe shit tonen en daarom staat YouTube zo vol met shit en fucking shit. Bij mij ook. Mijn aanbevolen shit op YouTube staat vol met zo'n mensen die zand snijden. Oh, het is tijd voor je buddy. Allee, hoogstig. Ik ben een video aan het opnemen. Het is nu geen uur meer voor een video te maken. Niet. Het is tijd voor je bed. Ja. Je maakt iedereen wakker. Je bent de enige die aan het slapen is. Het is niet tijd voor dus, je. Mijn aanbevolen shit staat vol van mensen die zand snijden. Vol met mensen die dingen gaan persen tussen... persdingen. Hi guys and welcome to Crush It. Oh, mijn video's van dingen die in brand staan of zo, of dingen die gewoon verbrand worden. I'm a little nervous the bottle might blow. Yep, there it goes. Interesseert me allemaal niks. Echt niks. En de YouTubers waar ik daarnaar kijk, die staan er ook gewoon niet meer bij. Ik heb een hele lange tijd zelf naar Casey zijn channel moeten gaan om zijn video's te bekijken. Ik denk dat ik serieus mensen heb die denken dat ik gestopt ben met YouTube. Die gewoon geen meldingen meer krijgen van mij en die denken dat ik ergens dood ben gegaan. Dat is niet zo. Ik ben hier. Echt, ik zit hier. Die lamp heeft mij net proberen te vermoorden, maar ik zit hier nog altijd. Het is gewoon jammer om te zien dat. Het doet pijn aan mijn hartje. Ik zou dat ook even delen met jullie. Smash zeker een duimpje omhoog in deze video. Je misschien wel in de trending komen dan die fucking een of andere tombone die een beetje random shit doet. Amai. Ziet hem doen, jam. Ik laat hem op. Dat wil ik nog zeggen tegen jullie. Ik hou van jullie. En, jullie kunnen mij zien in de reflectie van mijn playbutton. Ik hou van jullie en ik ga veel uploaden. En doei, people. Da!